Dimitri? Ah, dag Berkske. Ik dacht juist aan u. En? Hoe ga ik het met mijn bolletje? De naaimachientje hier. Ja, ja, dat is weer tip-top in orde, hè. Als je bij een vakman gaat, hè. Zeg, dus die remmen, dat is weer gemaakt. Ja, zeg, en ik heb ook je ruitenwissetjes vervangen. Die waren een beetje aan het roesten. Oh, dat is vriendelijk, dank u. Ja, deze zorgt voor zijn klanten, hè. Het is daarom dat ik uw versnellingsbak vervangen heb. Oh, dat is tof. Pardon? Ja, je kunt nooit voorzichtig genoeg zijn, hè. Dimitri, daar mankeert er toch niks aan? Waarom heb je dat nu gedaan? Zeg, ondankbare snijboon. Wie is er hier de specialist, hè? Ja, jij, maar... Je hebt er toch niks anders niet meer dan gerepareerd, hè? Nee, nee. Alleen een airconditioning geïnstalleerd. Een airconditioning? Maar dat daarin? Tuurlijk, hier. Kijk maar, voilà. Techniek staat voor niks, hè. Dimitri, ik heb toch een open dak? Ja, dan is dat voor als uw open dak niet open gaat, hè. Ja, hoor. Zeg, en hoeveel gaat dat straksje mij kosten? 65.000 frank. Ja, maar zoveel heb ik niet. Jij bent mij in het zak aan het zitten, hè. Nu begint de mel te beledigen ook. Wie denkt helemaal dat jij zei? Ik ga dat niet betalen. Ah nee? Als ik mijn geld niet heb binnen de week, hè, dan verkoop ik je houten als aan thuis er verstaan. Dimitri, dat kun je toch niet doen? Nee, maak dat je mijn garage uit zijn, armoezaaier. Ik vind dat niet eerlijk. Buiten, zeg ik. Een kolakje, Pascal. Ja. Wat is Paul? Wilden de kindjes weer niet luisteren? Als dat maar was. Doortje wil per se dat ik haar ouders leer kennen. Oh, wel, dat is toch heel normaal als je elkaar graag ziet? Wij zijn ervoor nog niet lang genoeg samen. Voilà, Paul heeft gelijk. Je moet zo'n dingen niet forceren. Oh, jij moet klappen. Mark zat vanaf de eerste dag hier al binnen. Oh ja, omdat Mark nog in dezelfde kamer als zijn broertje sliep. Oh. Zeg, in onze tijd hadden we alleen een nooizolder. Is je ook, hè? Ja, zwijg stil. Als ik een nooi meid zie, hè, dan krijg ik pijn in mijn rug. Ja, en dan niet alleen. Amai. Hey. Hey, schatje. Heb je auto het terug? Oh, niet helemaal. Ik had eigenlijk niet genoeg geld bij. En Dimitri had nog een paar extra reparaties gedaan. Je hebt u dus weer in het zak laten zetten. Oh. Markske, zulde jij het dan nooit leren? Je moet van u afbijten, anders pakt nogal Dimitri uw laatste cent af. Oh, hoeveel moet je hem deze keer? Oh, zo'n kleine 65.000. Oh. 65.000? Mark wordt nu toch eens eindelijk een man? Sorry, Bieken. Mark, Bieken heeft gelijk. Het wordt tijd dat je verandert of je zult nooit een goede dokter worden. Zeg, en zo'n toeren als met je medische stage, dat wil ik niet meer meemaken. Aha, wat is er dan gebeurd? Hij is weggelopen van schrik toen een patiënte zich moest uitkleden. Oh, ja, zeg. En als keeper is dat juist hetzelfde, hè? In plaats van naar de bal te springen, springt een beleefd opzij als er iemand op de goal afkomt. Toen ik nog tussen de palen stond. Ja, toen was het altijd goed, omdat jij niet bougeerde. Maar ik zeg gewoon te naïef. Ja, en veel te braaf. En te slap. En te bang. Hé? Ja. Hé? Ik moet me daar niet mee, hè? Ah, vertokken. Nu moet ik juist gehad hebben. Jij wordt de spilfiguur van mijn nieuwe Boba Wocht reclamecampagne. Oh, je gaat toch geen kalenders verkopen met artistieke foto's van Mark's gezicht? Nee, Carmelke, je zult wel zien wat ik van plan ben. Maar als ik mij nu even mag terugtrekken in de woonkamer bij Markske... Nou, meneer Boma, ga dan nu aan de jongetjes beginnen ook al. Slagers, zolang ik niet aan de steenezels begin, hè, moet ik u geen zorgen maken. Zo, wat moet ik daarmee aanvangen? Het is een beetje laat om hem bij de scouts te steken, hè? Je pakt dat helemaal verkeerd aan, hè. Ah, ja? Ja. Je hebt alle twee geen enkel benul van psychologisch inzicht. Oh, en jij wel zeker? Ja, ik heb mijn Xavier zo getraind zoals ik hem wou. Ja, niet overdrijven, hè, Sjoeke? Zwijg, Xavier. Ja, Sjoeke. Voilà. Luister, Carmen, als je nu niks zinnigers te zeggen hebt, dan... Nee, deze keer heeft Carmen gelijk. Ah, voilà. Oeh, deze keer. We moeten Mark... psychologisch aanpakken. Hij moet meer zelfvertrouwen krijgen. Ja, maar dat kan niet, hè, als iedereen hem hier belachelijk blijft maken. Ja. Dames en messieurs, mag ik even uw aandacht alstublieft? De Boba stunt 1995. Daar! Hé, hey, zeg. Miss Piggy is terug. Het is precies een roze pinguïn. Ja. Zeg, wat heeft dat te betekenen? Hey, is goed, hè. In de halftime gaat Mark in dat pak worst uitdelen aan het publiek, hè. Pas op, de kleine kinderen zullen dat fantastisch vinden, hè. Nou ja, en de grote mensen gaan goed kunnen lachen. Ja. En jij kunt je carnavalspak terug meenemen, want Mark doet niet mee. Hoe?
En wie gaat er dan bij vechtgespelen? Oh, doe het zelf, hè. Je hebt daar toch geen moeite mee? Enfin, Balthazar, dat is nu toch geen kostuum voor een toekomstige dokter, hè? Ja, zie, je kent allemaal niks af van business, hè? Hier, mis publiekheid. Dank u, Bieke. Nee, Markske. Zo gemakkelijk gaat je er dit keer niet van afkomen. En dat beu dat je altijd zo met je voeten laat spelen. Ik kan dat niet aan doen, hè. Ja, dat is dan pech voor u. Totdat jij geleerd hebt, hè, van u af te bijten, wil ik u niet meer zien. Ja, maar Bieke... Nee, niks te maar. Ofwel verandert je, ofwel zoekt je maar een ander lief. Salut. Markske, jongen. Doe uw best, hè. Want anders ben ik mijn toekomstige schoonzoon en mijn dokter kwijt. Ah, ja, ma. Maar Paul zou heel graag meekomen. Hij heeft gezegd dat hij u zo snel mogelijk wil leren kennen. Ja, dat is goed. Tot binnenkort dan, hè. Ja, dag, ma. Is Dimitri in de buurt? Ja, ja, die is even naar achter. Zeg, hoe is het met u? Oh, ça va. Ik kom Dimitri eigenlijk vragen of ik eventueel de reparaties aan mijn bolken op afbetaling zou mogen betalen. Ik denk dat ik u kan helpen. Ah ja? Ik had vroeger hetzelfde probleem als jij. Ja, je zult het misschien niet geloven, maar ik was een echt trutte bezig. Hè? En nu niet meer? Ik bedoel, en nu niet meer? Ik heb nee leren zeggen. Ja, je moet dat durven, want anders gaan de mensen nooit ophouden met van u te profiteren. Hè? Begrijpt je wat ik bedoel? Niet helemaal, maar... Ja, als ik meer tijd had, dan zou ik het u proberen uit te leggen, maar ik moet Billieke gaan halen. Ja, gewoon nee zeggen. Ah, ja. Ah, dag Markske. Dag Dimitri. Komt je wouterke betalen? Nee. Oh nee. Ik heb uw wouterke toch gerepareerd? Zijn er nu manieren? Nee. Of zijt je een van de mensen die graag profiteren van de zelfstandigen? Nee. Misschien dat ik failliet ga. Dat creperen van honger? Nee. Ah, kan ik daar u mijn geld krijgen? Ja, ik ga direct naar de bank. Ah, als alle klanten maar zo waren, hè. Ik maak mij zorgen om Mark. Die jongen kan echt niet voor zichzelf opkomen. Trek het u niet zo aan, Doortje. Ons tante Carmen zal zich wel eens mee bezighouden. Je zult zien, dat komt direct in orde. Ik weet niet of dat jij de geschikte persoon bent om Mark te helpen. Jij moet spreken, jij. Jij kunt uw Paul nog niet eens meekrijgen op visite naar uw ouders. Wat vertelde jij nu? Paul wil niks liever dan mijn familie leren kennen. Oh ja. Ah, koffieklets? Doortje, ik heb uw mute niet kunnen vinden. Maar dezelfde stond in reclame. Zeg, Paul, Carmen denkt dat jij niet mee wilt naar ma en pa. Ziet je wel dat je verkeerd waart? Ik zou daar toch eens met je willen over spreken, Doortje. Oeh, ik dacht dat jij akkoord waart. Dat wel. Hij zal van gedacht veranderd zijn, zeker. Paul, mijn familie is voor mij het belangrijkste wat er is. Ik zeg toch niet dat ik ze niet wil zien? Alleen nu nog niet, het is nog wat te vroeg. Nu moet jij eens goed naar mij luisteren, hè. Paul de Tremmerie. Als jij niet meegaat naar mijn familie... Hè? Dan kom je mijn bed niet meer in. Oh, zeg, als ik onze Xavier bang wil maken, dan zit ik juist tegenovergestelde. Zeg, geef die zelder maar met mij mee, kom. En, wat vind je van de bloemen? Ze zijn mooi. Bieke, alsjeblieft, laat mij terugkomen. Ik ben zo eenzaam zonder jou. Markske, hey, ik mis u ook. Maar ik kan u niet laten terugkomen totdat je veranderd bent. Maar ik ga veranderen, je zult zien. Markske, jij moet, hè, op je eigen benen leren staan. Niet meer met u laten sollen. Van u afbijten en in uzelf geloven. In mezelf geloven? Wel, het zal lukken, je zult zien. Ik hoop het. Wat heb ik u gezegd? Daar zit hem. Kom. Markske, wij komen uw leven redden. Ja. Hup. Of dat je nu wilt of niet. Allemaal. Bieke, wat scheelt er? Ja, Mark. Ik ben bang dat ik hem te hard aanpak. Kineke, je bent op de goede weg. Ah, denk je? Maar natuurlijk.
En trouwens, een dokter die schrik heeft van zijn patiënten, dat staat toch niet? Het gaat mij om Mark, niet om zijn beroep. Maar mij ook. Ik wil dat die jongen later gelukkig is in zijn praktijk. Kun jij nu echt aan niks anders denken? Maar Bieke, Mark is een schat van een jongen. En ik zal hem altijd sympathiek vinden, wat hij ook doet later. Ah, dat is al beter. Ja. Ik vind gewoon dat hem gemaakt is om dokter te worden, dat is alles. Ja. Bon. Markske Vertongen, jij leidt aan faalangst, minderwaardigheidscomplex, neurose, psychose en zweetvoeten. Maar trek het u niet aan, want ons tante Carmen zal u wel helpen. Hè? Ik ben toch een hopeloos geval. Oh, dat mag je nooit zeggen, Markske. Het enige wat jij nodig hebt, hè, dat is zelfvertrouwen. Ja. En daarom gaat u nu met onze onkel Xavier een paar rollenspelletjes doen, om dat aan te leren. Hé? Verstaat het? Ja, ik denk het wel. Allee, bon. Allee, sta eens recht. Kom, Xavier. Kom. Hé? Allee. Zo, hier. En je beeld u in, je staat in een bank te wachten voor een loket. Zeg je, welke bank is dat? Welke bank? Dat heeft toch geen belang, zeker? Ja, ja, omdat je in sommige banken een ticketje moet afscheuren om niet meer te moeten aanschuiven. Xavier, niet te veel nadenken, of je gaat je kopje nog zeer doen. Van te veel na te denken? Nee, door motten van mij te krijgen. Bon, allez. Dus, Markske staat te wachten en Xavier, jij probeert er voorbij te steken, hè? En Markske, pas op, laat u vooral niet doen, hè? Allez. Opgepast. En... actie. Xavier, wat staat jij daar te doen? Ja, aan deze loket staat niemand. Hier moet ik niet aanschuiven. Nee, een nozelaar, je moet Markske voorbij steken. Allee, opnieuw. En actie. Kiri. Moet jij daar nu mee opzetten? Ik? Ja. Zeg, wanneer is mijn toer? Wil jij nu ook al mij lastig te doen? Bon, we draaien de rollen om. Allee. Zeg, je gaat niet beginnen, hè. Xavier. Allee. Dus Xavier staat te wachten en Markske, jij moet hem voorbij steken. Ja? Allee. Actie. Excuseer, meneer. Zou ik eventueel mogen voorbij steken? Het is nogal dringend. Hoe lang sta ik hier al? Een kwartier. Ah, en hoeveel mensen zijn er nog voor mij? Ja, weet ik het. Vier. Oh. Kruip maar voor, ik ga hem inpakken. Oh. Zeg, jij bent toch een hopeloos geval, hè? Ik mocht dat niet zeggen. Jij niet, hè? Oh. Bonjour. Dat is gaan. Bij werk. Uw dochter heeft mij de schone toer gelapt, hè. Ik vind niemand anders om mijn varken te zijn, hè. Ja, het interesseerde niet direct, zou ik denken. Balthazar, zou jij mij kunnen helpen? Huh? Met Mark. Maar fijn, jij weet toch hoe je zelfvertrouwen moet aankweken. Jij als succesvol zakenman. Pas op, Pascalke, dat heb je niet, hè. De feeling, de flair. Maar bij Mark is het een andere story, hoor. Ik zou zo dankbaar zijn, moest het lukken. Dan komt dat in orde. Och, merci, Balthazar. Zeg, Doortje, dat is er geen bibliotheek, hè? Ja, maar nee, ik ben zebiet klaar. Ja, en ik ben zebiet failliet. Met personeel dat liever boekjes leest en dat dan te werken. Ja, maar ik lees hier juist iets over een psychologische workshop voor mensen met gebrek aan zelfvertrouwen. Dat is precies wat Mark nodig heeft. Maar laat de jongen toch meer rust. Die is goed zoals hij is. Jij wil niet dat Mark verandert omdat er dan niemand meer is waar jij de bulbak tegen kunt uithangen, hè? Mag de mens zich ook nog een beetje amuseren, ja? Nee. Kom binnen. En zet u. Dank u. Ja. Je zult u waarschijnlijk afvragen waarom ik u hier heb uitgenodigd. Ik zie dat varkenspakje toch echt niet zitten, meneer Bomen. Dat moet je nu voorlopig niet meer aan denken. Nee. Een persoon die mij zeer dierbaar is, heeft mij gevraagd om u te helpen. Als man of the world. Masker. Zelfvertrouwen, dat heeft iets te maken met présence, met stijl.
Hoe meer dat je dat hebt, hoe meer dat je krijgt. Ja, bij de vrouwen is het precies hetzelfde, hè? Présence, dat heb ik niet, meneer Boma. Ja, maar dat kun je leren, hè? Allee, uw kleding nu bijvoorbeeld. Wat trekt dat nu? Oh, dat is comfortabel. Dat is nul. Geen enkel effect. Kom, doe mijn vest een keer aan. Doe mijn vest een keer aan. Voilà, de kleren maken de man, hè? Zet u een keer achter bij het bureau. Kom, zet u een keer achter bij het bureau. Voilà, je bent precies de echte PDG. Snuif de sfeer maar een keer goed op. Voelt je de présence aan het komen, hè? Hallo. Hallo. En ik voel het al een beetje komen, meneer Bomen. Ja. En nu is er nog één ding dat ontbreekt, hè. En je bent een echte man op de wereld. Ja, maar ik rook niet, meneer Bomen. Hé, de echte Nevada, je weet niet wat je mist. Meneer Bomen, ik voel me precies niet goed. Niet goed. Drink niets. Mijn contract. Oh, pardon. Oei, dat is van u. Vertoggen, als je binnen de vijf tellen niet maakt dat je uit mijn bureau bent, dan draai ik u bij het saucisse. Ja, dag, meneer Boma. Bedankt, meneer Boma. Allee, Doortje. Moet je nu zo kwaad blijven? Dat is toch de moeite niet? De moeite niet? Mijn familie is niet goed genoeg voor meneer en ik mag daar niet kwaad om zijn. Nee. Dat heb ik toch nooit gezegd? Ik vind alleen dat we elkaar nog beter moeten leren kennen voordat wij daar andere mensen bij betrekken. En ik vind dat het nu eens tijd is dat jij mij een plezierke doet. Ik ben toch ook met u mee geweest naar die reunie van die scoutstroep? Ja, maar dat was plezant, hè? Oh, enorm. Volwassen mannen die in korte broek poepeloeren zat op de tafel staan te dansen. Ik heb de zon zien zakken in de zee. Doortje, ik ga niet mee. Ja. Dat zal Mark zijn. Oh. Goeiedag. Ik stoor toch niet. Je hebt precies een feestje. Nee, nee. Kom maar binnen. Zet u. Ja, ik denk dat ik de oplossing heb voor al uw problemen. Ah ja? Kantklossen voor beginners. Daaronder. Workshop zelfvertrouwen. Wordt de man die u al altijd had willen zijn. Ik heb die event bezig gezien op tv. Die is fantastisch. Ik weet het niet, Doortje. Ik heb nu al zoveel geprobeerd. Maar dat zou lukken. En Paul vindt ook dat jij die workshop zou moeten doen. Hé, Paul? Ach, je kunt maar proberen, hè. Ah, wel. Ik doe het. Voor het bieken. Oh, maar dat is fantastisch, Mark. Veel succes. Daar kunt je zijn voorbeeld aan nemen. Die luistert tenminste. Neem hem dan mee naar uw ouders, hè. Welkom, beste vrienden. Welkom allemaal op onze fantastische workshop persoonlijkheidstraining. Ik ben Diederik. Diederik Legrand, uw cursusleider. Straks mocht je allemaal Diederik zeggen, maar nu nog niet. Ik zie dat de meesten onder jullie nog een beetje bang zijn, een beetje onzeker. Een beetje wantrouwig zelfs, maar ik garandeer jullie dat tegen het einde van mijn lessen iedereen in deze zaal een totaal ander mens zal geworden zijn. Kaya! Heb je dat gehoord? Dat is onze fantastische strijdkreet. Dat is teken dat we ons leven in onze eigen handen gaan nemen. En wel nu, onmiddellijk. Allee, wie wil er een keer beginnen? Gij daar. Met uw fantastische bril. Ja, gij. Hey, kom een keer, Rieke, kom. Hey, kom. Hey, kom. Zeg eens, wie zijn jij? Vertongen Mark. Bon, Mark. Markje, beste vriend. Vertel eens, wat scheelt eraan? Te weinig zelfvertrouwen, meneer Legrand. Zeg maar, Diederik. En maak je niet bezorgd, Markje. Wij gaan dat probleem oplossen. Hm? Heb je al iets proberen te doen met dat probleem? Ja. Wat? Rollen speelt. En heeft dat niet geholpen? Maar, tuurlijk heeft dat niet geholpen. Je hebt geprobeerd je gedrag te veranderen. Je moet je gedrag niet veranderen, je moet je denken veranderen. En wij gaan vandaag je denken veranderen. Je zei wat je denkt. En je denkt wat je zei. En wat denkt je dat je zei? Dat is goed, nee.
Nee, Markske, beste vriend. Wij zijn allemaal krijgers. Krijgers van de nieuwe tijd. Kaya! 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 Als je denken wilt veranderen, dan moet je ook je houding veranderen. Hey, sta een keer goed recht. Recht. Kijk. Wat zien wij hier? Gebukt onder de problemen. Voilà. Geen innerlijke weerstand. Kijk goed, hè. Hopla. Geen mentale steun. Zie goed, hè. Voilà. En nu gaan we een keer tonen hoe dat wel moet. Allee, kantel uw bekken. Bekken, kantel. Bekken. Borst vooruit. En rug recht. En kin vooruit. En ruggraat strekken. Strekken, strekken. En, voelt je al iets? Ja. Wat heb ik u gezegd? En wat voelt je? Hier zo'n beetje pijn in mijn hoofd. Jij bent nog wel een moeilijk geval, hè? Sorry, Diederik. Zeg maar meneer Le Grand. En we krijgen wel klein, Markskin. Allee, zit u een keer op die stoel. Hm? Allee, kom maar, zit. Voilà. En nu, sluit uw ogen. En ontspan u. Helemaal. En nu wil ik dat je u voor ogen ziet zoals je werkelijk bent. In uw alledaagse omgeving. Zie de mensen waar je mee omgaat alle dagen voor u. Hoe dat ze u behandelen. Zonder respect. Ze lachen met u. Ze gebruiken u. Ze misbruiken u. En nu wil ik dat je u inbeeldt en dat je ziet hoe dat je verandert. Dat je sterker wordt. Dat je niet meer met je voeten laat spelen onder je. Je bent niet meer die oude, zwakke Mark. Dat Marks kan. Maar een sterke. Een Mark. Een echte. Een fantastische. Een krijger Mark. En uw strijdkreet dat is... Kaya! Ik vraag het nu nog één keer. Paul, gaat je nu mee naar mijn ouders of niet? Nee, ik ga niet mee. Wat je ook zegt of doet. Bon, dan weet ik wat ik aan u heb. Dat zal ook niet helpen, hè? Allee, het is goed, Doortje, ik ga mee. Hè? Maar hou dan alsjeblieft op mij huilen. Oh, jij zegt dat zomaar. Je gaat toch mee tegen uw goesting. Nee, echt niet. Het zal wel meevallen. Hm? Maak alsjeblieft een glasje water. Direct, ja. Maar dan houd je wel op mij huilen, hè? Ja. Ja? Paul. Je bent zo'n lief. Ja. De oudste trucjes zijn nog altijd de beste. Oh, zeg, waar blijft hij nu toch? Het is hopen dat het goed is afgelopen. Of denk je dat hem niet meer naar huis durft komen? Oh, ik zou daar niet van verschieten. Maar ja, als ze mijn deskundige hulp niet wil, dan moet hij maar met de brokken zitten. Ik zal maar een nieuwe keeper beginnen zoeken, zeg. Kaya. Sorry mensen, dat wij u zo snel verlaten, maar mijn lief en ik, we hebben nog fantastisch veel tijd in talen. Oh. Ah, wel, merci. Oh, mijn gedacht. Ja, Xavier, ga jij die cursus ook maar volgen, hè?
Zeg, vertong, hè, dat is er geen parking, hè. Uw auto is al 2 dagen in mijn weg. Je moet niet ongerust zijn, de Tremery. Je zult er niet lang meer last van hebben. Ah, kom je me eindelijk betalen? Nee, ik kom je dit laten beluisteren. Ja. Wilt u bedrogen worden waar u bij staat, te veel geld geven voor slechte reparaties, dan is dat slechts 1 adres. DDT OK Cars. U betaalt 2 keer meer voor 2 keer minder service. Wisselstukken die niet werken, waardeloze tweedehandswagens. U vindt het gedwee bij DDT. Wat is dat? Dat is een radiospot die ik elke uur ga laten uitzenden op Radio Hallo. Dat moet je niet doen, dat is bedrog. Heb ik iets gezegd dat niet waar is misschien? Maar dan goed liggen, hè. Het is toch niet in april, hè, Mark? Allee, betaalt mij uw auto en we vergeten wat er gebeurd is, hè. Allee, dag Dimitri. Zeg, en vergeet niet te luisteren, hè. Ja, maar dat kun je niet doen met mijn zaak, die gaat eraan. Dat is pech, hè. Ja, maar ik weet iets. Als je me de helft betaalt van de reparaties, hè, dan is iedereen content, hè. Nee, de Tremery, ik heb nog een beter idee. Jij geeft mij mijn auto ook gratis terug. Gratis? DDT OK Cars. Poelenbedrog is onze specialiteit. Allee, Dimitri, je kunt het. Het is voor een goed werk. Allee, het is gratis. Zijn er nu content? Maar ik heb nog een klein jobje voor u. En? Hij is nog altijd ruzie aan het maken met de scheidsrechter. Dat is niet te doen, hè. Zijn we voordeel de ploeg geschorst door Mark. Ja. Jij wilde een keeper met meer zelfvertrouwen, hè, trainer? Ja, ja. Maar niet ene die met zijn shoes gooit als ze in de buurt van zijn goal komen. De oude Mark was wel een sul, maar het was tenminste een sympathieke sul. En? Hoe is het afgelopen? Mo, Mark, wie gaat er nu volgende week in de goal staan? Bibi. Mo! Markske, jij zult straks voor mij het café wel eens dweilen, hè? Ah, wel, dat heb ik nu gezegd, geen goesting is, hè. Ja, goed zo, Markske. Hè? Je moet u niet laten doen. En daarbij, hè, wij gaan vanavond naar de cinema. Hè? Ja, dan zullen toch iemand anders moeten zoeken. Hè? Ik heb werk bij Radio Hallo. Markske, zie toch uit wat je doet. Zeg, zaag dit niet. Markske, jij bent toch zo winnig geworden sinds dat jij terug bent van uw cursus. Boertig, ja. Maar wat ik eigenlijk wou vragen, denk je nu dat je studies serieuzer zult aanpakken? Ik denk het niet, nee. Hoe nee? Ik denk dat ik een stage ga volgen bij een commerciële zender in Engeland. Dat is echt tof. Ah? En verdient dat goed? Wow, geen een bal, maar ik heb dat ervoor over. Maela, en wij dan? Het is maar voor 2 jaar, hè. Kun je op vakantie komen? Maar fijn, Mark. Je gaat al je talenten toch niet verprutsen aan zo'n stom radiozenderke. Dokter is zo chic, zo schoon beroep. Dokter, kun jij nu aan niks anders denken dan aan dokters? Wie zijn leven is dat hier eigenlijk? Ah, wel, merci. Jij is zo'n onbeschofte snotneus. Oh, zeg, hoe durfde jij mijn moeder zo aan te spreken? Ze werkte toch ook op uw zenuwen, hè? Ja, misschien wel, maar dat geeft u nog niet het recht, hè, om haar zo te beledigen. Jij begint te veel praten verkopen, makker. Ja, wel, als jij er zo over denkt... Oh. Dan zullen van mij niet veel last meer hebben. Salut. Hallo. Oh, pardon, excuseer. Kijk eens waar je loopt. Wat scheelt er met Mark? Mark is Mark niet meer. Die hebben er daar een monster van gemaakt. Ah. Markske, wij komen uw leven weer redden, hè? Laat me gerust. Ja, maar ja. Mark, jij hebt hoogheidswaanzin. Ja. Kijk in mijn ogen en zeg mij na. Ik ben een sul. Ja, jij bent een sul. Wat? Mannen, pak hem vast en zet hem op de stoel. Kom. Durft niet, hè? Rustig, Bella, zeg. Wat gebeurt er eens? Ja. Ja, wij proberen Mark te helpen. Ja. Ik heb geen hulp nodig. Ik kwam Bieke gewoon vertellen dat ik naar Engeland vertrek.
Ja, dat zal dan waarschijnlijk het beste zijn. Vind je? De oude Mark die had zijn fouten, maar die was tenminste lief. Met die nieuwe Mark kan ik niet leven. En als ik de oude Mark niet kan terugkrijgen, dan wil ik helemaal geen Mark. Oh. Dus je wilt dat terug wordt zoals vroeger? Ah ja? Ik ben blij dat je dat zegt. Amai, dat is een opluchting. Ik dacht dat jij veranderd waart. Ja, maar dat was voor Bieke en ik dacht dat jij daar plezier mee deed. Maar alleen, jij hebt dus de hele tijd voor mij komedie gespeeld. Ik wou je niet kwijt, hè, Bieke. Oh, kom hier, Zal ik het licht uitdoen? Mark is weer de oude geworden. Excuseer voor dat straks, hè, ma. Ik zal direct café beginnen te dweilen. Maar mijn Markske, maar ik wist toch dat jij dat niet meende. En wat dat dweilen betreft, hè, daar mocht jij mee wachten. Tot morgen vroeg. Je bent hier allemaal. Ik heb fantastisch nieuws, hè. Ja, wij ook. Mark is terug normaal. Ja. Allee, proficiat. Wat dat veel belangrijker is, mijn reclamecampagne kan toch doorgaan, hoor. Maar denk maar niet dat Mark daaraan gaat meedoen, hè. Wacht, wie spreekt hier nog van Mark? Ik heb een veel beter varkje gevonden. Zet je nu kom?